De binnenstad van Hengelo wordt de komende jaren flink onder handen genomen. Dit staat in een nieuw actieplan. 13 miljoen euro is nodig om het centrum weer aantrekkelijk te maken voor publiek en ondernemers. Het winkelhart moet compacter en ook de markt wordt aangepakt. 13 miljoen euro voor een vernieuwing van de binnenstad. Om een sfeervol en aantrekkelijk stadshart van Hengelo te maken. En het plan is opgesteld samen met de Stichting Centrum Management, Stichting Vastgoed Hengelo en Bureau Hengelo. Dus het is echt een plan ook van ons gezamenlijk. Nou, het actieplan dat bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste doel is om te zorgen dat we een aantrekkelijk en sfeervol stadshart krijgen. Waarin het goed verblijven en prettig winkelen is. En ook voor waarbij voor ondernemers een prettig investeringsklimaat is en een verblijfsklimaat. En we hebben verschillende projecten die we al in voorbereiding hebben. En die we ook op hele korte termijn gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld een complete herinrichting van het Marktplein. Een complete herinrichting van het kernwinkelgebied. Het aanleggen van een evenementenplein bij het stadhuis en het nieuwe stadskantoor wat in aanbouw is. Maar ook een plan wat vroeger in de visie Hengelo Zitten op Goud stond. En dat is het vrijzetten van de Lambertusbasiliek en de sloop van de Lambertuspassage. Zodat er een ommetje gemaakt kan worden rondom de Lambertusbasiliek. Het Marktplein, daar gaan wij heel specifiek. Hebben we daar een drietal bureaus voor geselecteerd die daar een heel mooi concept ontwerp van gaan maken. En het mooie aan onze plannen is uiteindelijk dat de Hengeloze bevolking mag kiezen hoe dat Marktplein eruit komt te zien. Dus dit jaar komt er nog een verkiezing voor een van die drie concepten en dat zal ook dit jaar ook breed worden gecommuniceerd. Kijk, wij zijn ook nog lang niet klaar hoor, want binnen dat integrale actieplan wat wij nu hebben gepresenteerd, ja, moeten er nog een aantal zaken ook nog verder worden met elkaar worden uitgedacht. Waaronder bijvoorbeeld ook nog een geïntegreerd evenementenbeleid, maar ook een parkeerbeleid. Kijk, vanuit de ondernemers, no parking, no business. Dus zorg nou vooral ook dat je in dit plan ook een uitgekiend parkeerbeleid uitstippelt. Maar daar zijn we ook weer met de samenwerkende partners heel druk mee bezig. Nu is er 13 miljoen euro nodig. De gemeente stelt 10 miljoen euro ter beschikking. Er is nog 3 miljoen euro nodig. Ja, klopt. En daarover zijn we in gesprek met private partijen, herstructuringsmaatschappijen Overijssel en ook de provincie en ook andere partijen om te kijken hoe we dat totale investeringsplaatje rond kunnen maken. Belangrijk is in ieder geval dat de gemeente zelf ook heeft gezegd van de binnenstad heeft onze prioriteit. En daarom stelt het college ook voor aan de gemeenteraad om vanuit dat gegeven ook nog eens een keer extra 6,5 miljoen beschikbaar te stellen om het gemeentelijk aandeel van in totaal 10 miljoen van die 13 miljoen, om dat ook zeker te stellen. 13 miljoen, ja, dat moet ook niet een eigen leven gaan leiden, want het is wat ons betreft minimaal 13 miljoen. Maar met deze investeringen en met deze acties en doelgerichtheid die we nu hebben, gaan we er natuurlijk vanuit dat dit een vliegwiel is, ook voor particuliere investeerders en ondernemers, ja, om daar nog veel meer richting komende periode uit te halen. De tijdspad voor alle acties, en dat zijn er vrij veel, dat is de tijdpad tussen 2017 en 2021, dus de komende 4 jaren. En bewust noem ik het jaar 2017, omdat we er al mee begonnen zijn. Dus we zijn er al mee begonnen met de voorbereiding. Begin 2018 wordt ook zichtbaar dat de schop echt de grond in gaat in onze binnenstad. Ja, en eigenlijk als je goed kijkt, zie je dat de bouwkraan al in onze binnenstad staan met de nieuwbouw van het stadskantoor. Dus het is al begonnen en de aanpak wordt alleen maar verder verstevigd de komende 3-4 jaren. Om ook echt een complete metamorfose te bereiken van ons stadshart.